الزيتون باشكال. هي منام زايشا هي كان بدريف ستارت ان ماروكو عند بدريف هي ادوس شتوكا دات از ان ان Agadir. Ik heb daar 20 vrouwen die bij mij werken en die maken voor mij in mijn bedrijf maken we arganolie. Gelijk je ziet hier, dat is pure arganolie. Dat is eerst met zo nootjes gemaakt en die nootjes worden dan met stenen platgedrukt en dan heb je dat velletje, dat moet er vanaf. En dan heb je dit hier, dan heb je die nootjes hier. En die nootjes worden weer door die vrouwen met stenen opengemaakt. En dan heb je dit hier. En dan hun volgende werk is dat ze deze pitjes eruit halen. Dankzij deze pitjes worden die dan hier in zo'n stenen maler gedaan. Dat is echt steen. Dan worden die daarin gegooid. En dan worden ze zo gedraaid. Dan blijven ze draaien tot ze eigenlijk die argan heel dik eruit komt. Daarna beginnen ze dan om de olie eruit te halen. En dan hebben we dit hier. Dus deze zijn, dit is een halve liter. Een halve liter die verkoop ik aan 30 euro en een liter is aan 60 euro. Maar dat is allemaal puur, hè? Puur argan. Puur, daar is niks goed mee. Dat is van mijn bedrijf, dat wordt bij mij gedaan. Ik heb ook mijn site op TikTok gezet, daar kunt je zien hoe die vrouwen daaraan het werk gaan, echt met de hand. Niks wordt met de machine, daar wordt niks in gedaan. De dokters zeggen allemaal, zelf in Marokko en hier, zeggen ze dat deze olie heel goed is voor mensen die diabetesziekte hebben, of cholesterol, of hoge bloeddruk. Zeker bij de ontbijt als je dat neemt, dat is heel, heel gezond. Dus dit allemaal is eigenlijk in mijn bedrijf gemaakt. Dus ik heb niks van ergens gekocht. Allemaal, alles is handgemaakt. Voilà, dat was het. Handy tegens je barbecue, dat had hij een redelijk met gedaan. Met het is hier alleen gedaan. Laat in. Wat is er zit kunnen doen? Het ja. Alles is geen talobele. Dat pak ik in dan geen talobele. Ja, zeer Allah. Si Mohamed, assalamu alaikum. Bغيت تقول لي شي حاجه على هذا الشيء اللي درتيه هنا؟ الحمد لله كاين معنا صالح هنا ليمو. ان شاء الله راه غادي نديروا ان شاء الله غادي نديروا باربيكيو هنا ديال الكفته وديال اللحم. هذاك الشيء بحال مراكش. بحال مراكش ان شاء الله. حنا زين وحنا شوف دابا تنديرو هاد هنايا و الدجاج ان شاء الله ها ميمو تا هو خدام معانا تيصوب سلاطة ان شاء الله راه الان الباربيكيو هنا براهيم شوف نتمنى دابا عجيب نتمنى العافية ان شاء الله تكون شعلة ان شاء الله شتي ايوا نتمنى يكون هاد الخير ان شاء الله ان شاء الله باش يجيو الناس مزيان باش نجمعوا شي حاجه للزلزال المغربي ياك شكرا انت سي محمد طبيات وزيت يا ماكي ماكريل ماكي في سكانكي ماكريل يس دا سامت في صفات اوكي بروتش ماكريل لكن بروتشي اها انا غروم انا سلمان انا سلمان خشي سلاط سلاط and this Turkish turşu kuşur turşu ah turşu yeah ah selam kemak turşu ah deze hoort samen met de broodje makreel aha die krijg je erbij ja ah. Dit gaat nog een aroma in het rotin middel Oost-Lim. Dat ik ook de kerst gaat in. Ja, van wat wordt die gemaakt? Dat drank. Deze is zelf gemaakt. Ja, van wat? Rode piet. De barba. Wortel. De gezo. Wortel, een beetje azijn. Knoflook. Deze echt goed voor winter drinken eten. Ah, oké. Ja. En deze hoort samen met. Met dat, hè? Met dat broodje. Ja. Istanbul. Ah, van Istanbul? Ja. Ja. Later, wij komen uit Nederland. Uit Nederland? Ja. Dan die Hollanders zaten. En heb je hier gehuurd? Ja. Ah, oké. Okay. Ja. Maar de inkomen is voor jezelf, hè? Je hebt gewoon voor je plaats betaald. Ja, plaats betaald. Ah, oké. Okay. Ja. Dankjewel, hè? Ja, graag gedaan. En jij hebt een Spanisch geschil? Ja, Marokkaans Spanisch. Spanisch, hè? Yes. Ja. Echt lekker. Ja. Ben je zelf Marokkaan, gij? Zelf,
Huh? Zelfde marathon. Het is Turkisch oliebol. Ah, dat is Turks, hè? Ja. Marathon is Zwits. Ja. Hij heeft het hier niet eens vinden, ziet er goed. Zo gaat het daar een zin, maar zo'n plan zin. Hij ziet hem niet tegen jou. Hij heeft het test is die kennis te zitten nemen. Ja. Ah, zo. Ah, zo. En hoe wordt u voorbereid? Is dat s'avonds of hoe lang heb je daarop gedaan? Twee dagen eten, lekker. Ja? Wanneer voorbereid? Gisteren? Gisteren ook, ja. Gisteren gemaakt, die deeg? Deeg, de meel. Ja? En water. En meteen klaar? Ja. Aha. Ja. Ah, oké. Okay. Nee, daar zit ik direct, wordt daar gemuurd. صافي تعجبت الماشينه يدغوا فينا زيد تفر فينا السير شفنا ها شفنا ديزو اندر جيبس وطغتي البطاطا دير شي تهيا الشمس استنى ها داس اردابلا ها سبيسيال اردابلا ديزو يا امور ورتي كي باك كي باك كي باك دار ديز دار باك ها اوكي ديز اولي مونو باك ديز جيبسو باك ها اوكي Dankjewel. Wat zijn jullie aan het maken? Wij maken broodjes tandoori, maar ik ben nog niet helemaal klaar. En ik maak vleugels. Uitgekomen vleugels en tandoori. Zoals je kunt zien, wat we doen is broodjes en met wrap. Maar ja? Als je straks komt, dan laat ik je zien hoe dat doet. Over 10 minuten ben ik klaar. 10 minuten dan is hij klaar? Ja, dan heb ik het hier. Dan kan ik ook wijzen hoe dat gedaan wordt. Dat is goed, dankjewel. Dan kom ik terug. Ik zie je straks. Ja. Het temmen. Het temmen test, ja. Dan ga je hier langs misschien niet gewoon. Spek hier. Hlaoui, ik heb weer hlaoui dan. Broodje dan tunnel wraps. Het is kalfsvlees. Zoals je ziet, doen we het wel. Totaal geen shawarma. Mensen denken dat shawarma is, maar het is geen shawarma. Ja, dat is wel heel jaren. Amor en Safi. Hallo. En dat is het. Dus dat. Ja, dat is goed, jongen. Heel mooi gemaakt. Goedemiddag, wij zijn Living Room Setup en we komen hier vandaag wat muziek brengen op deze benefiet. Wij spelen akoestische muziek, luistermuziek, aangenaam voor het publiek. En wie heb ik meegebracht? Koen, onze bassist, en Juan, onze drummer. En zo zijn wij dan samen een akoestisch duo. En Bert Broeks. Ja, inderdaad. En ik zelf, Bert Broeks, de zanger. Ik heb een vraagje voor u. In de zomer, augustus wordt een carnaval gehouden in Marokko, een stadje Boma, dat is zuidoost van Marokko. Ja. Als jullie daar uitgenodigd worden op dat muziekfestival, zullen jullie komen? Dat is een goede vraag. Als wij de mogelijkheid zouden hebben, ja, waarom niet? Zeker. Ja, tuurlijk. Als we allemaal kunnen, verlof krijgen en dan zien we dat wel zitten, ja. معكم الفنان ستايلي راي مغربي مقيم بديار بلجيكية. اليوم كان تواجدوا واحد الحفل خيري اللي كان ساعدوا فيه خوتنا في المغرب اللي صابوا من الزلزال. وكما كنشكر كنوجه التحية ديالي للجالية المقيمة بلجيكا
اللي ساعدونا بزاف وحضروا معنا هذا الحفل، وكان حفل رائع. دزت به فانني كفنان مغربي يعني اديت غناء الراي، ولقيت واحد التجاوب على الجمهور الحبيب. وكان معايا الاخ ديالي اللي كيساعدني هو حسن اللي كيقيم على هذه الجمعيه هذه. وكنشكر كاع الناس اللي حضروا معنا مره اخرى، وتحياتي لكم. وكما كتشوفوا الاجواء دازت رائعه، وتحياتي لكم انتم كقناه. كنشكركم بزاف. And at this moment, begin to lift an arm to break it and join the core, nothing, heel, core and kill. We zijn ook dankbaar aan het gemeentebestuur of stadbestuur van Genk, met name de burgemeester en de schepen, die eigenlijk ons hebben ondersteund om deze grote sprong te wagen, omdat de Limburghal huren op zich al een hele grote prijs bedraagt. Maar tegelijkertijd hebben we die stimulans en die ondersteuning gevoeld en hebben we gezegd van goed, we gaan ervoor. En we zijn er ook voor gegaan en die ondersteuning heeft zich niet alleen in het personeel, met name Habiba uit Adi, die eigenlijk al vanaf september tot nu en nog een week of twee gaat mee de evaluatie en de afronding doen van de activiteit, maar ook in technische faciliteiten en financiële middelen hebben we deze ondersteuning gekregen. Ik ga niet in detail treden in die hele zaken, maar ik wil graag nog even aandacht vragen voor onze burgemeester die een woordje komt spreken. En dan onze volksvertegenwoordigster daarna, Nawal Fari, die ook aanwezig is en die een grote verrassing bij heeft voor de gemeenschap. Ik geef graag het woord aan onze burgemeester Wim Dries. Dank u wel, Hassan. Ook vanwege mijn kant een hele fijne namiddag. Salam alaikum hier in deze mooie Limburghal om eigenlijk de warmte van Genk ook mee uit te dragen. En dat is wat ik voelde toen ik hier binnenkwam. Heel veel mensen die verbonden zijn met elkaar en heel veel mensen die die solidariteit tonen aan de Genkenaren, aan de Limburgers. Maar vooral hun solidariteit tonen om te steunen bij de verschrikkelijke aardbeving begin september in Marokko. De krachten uit onze samenleving, uit ons Genk, onze VZW's die vandaag hier heel hard hebben gewerkt om dit op poten te zetten. En ik zou toch graag een heel erg groot applaus willen vragen voor al die krachten en al die vrijwilligers. Het zijn jullie die natuurlijk elke dag het verschil maken uiteraard. We hebben in het federaal parlement eigenlijk direct nadat die aardbeving heeft plaatsgevonden een oproep gedaan om een BFAST team te voorzien in Marokko om op terrein de mensen mee te helpen met het opruimen van puin, maar ook met het levensrennen. Onze regering heeft erop gereageerd en heeft op die manier ook een steentje proberen bij te dragen. We hebben rond Palestina natuurlijk ook heel wat werk geleverd. De burgemeester heeft zo net verteld over de motie die wij hebben ingediend op de gemeenteraad. Maar ook in het federaal parlement hebben we heel duidelijk laten horen van ons. Waarbij wij zeggen dat er geen import van bezette gebieden nog naar ons land mag gebeuren. Op die manier proberen we toch de druk op te voeren om het staakt het vuren zo snel mogelijk te laten plaatsvinden. Om de rust natuurlijk in die regio te laten terugkomen. Ik wens jullie vandaag een heel mooie dag toe. Probeer natuurlijk elkaar te vinden, met elkaar in dialoog te gaan. We weten dat er heel wat polarisatie is in de samenleving, maar momenten als vandaag maken echt wel het verschil. Dus zoek elkaar op, maak er een warme dag van en toon dat Genk geweldig is. Dank u wel. De organisatie mee hebben waar we naartoe gaan en mee samen gaan doen. Nu moeten we het een keer door. Er is een beetje te jatten. Jij, de wal is in de wal. Ja, in de barnana. أنا نتمنى لغي حلوة أول
Kun je ons wat vertellen over van het begin? Je bent erbij, van het begin tot het einde. Wij zijn daar dankbaar voor aan de mensen in Marokko, heel zeker. Wel, dank u wel. Wij zijn natuurlijk een heel erg solidaire stad. En ik ben heel blij dat de Marokkaanse verenigingen bij ons in Genk eigenlijk onmiddellijk de handen in elkaar hebben geslaan om te zeggen van hoe kunnen we helpen. En vandaag is dit een mooi orgelpunt, want de afgelopen weken, maanden, hebben ze heel veel georganiseerd om ook geld in het laadje te brengen. En uiteindelijk, alles wat vandaag hier verdiend wordt, gaat naar Marokko om daar bij de aardbeving te helpen met toch verschrikkelijk veel doden, met veel gewonden. En ze zetten die in 3 regio's. Ook voor de ouderen, voor de weeskinderen, voor de mensen met een handicap, maar ook voor de alleenstaande vrouwen en voor de gezondheidszorg. En ik denk dat we op die manier de steun echt geven waar het nodig is. En daar ben ik als burgemeester heel fier op, dat die solidariteit binnen de Marokkaanse gemeenschap, maar eigenlijk binnen heel Genk, heel duidelijk voelbaar is. En dat doet mij deugd, want dat geeft een heel warm gevoel als burgemeester van een solidaire stad. Ja. Ik kan je vragen van wat je daarvan vindt, van al die organisaties. Hebben ze dat goed gedaan? Absoluut, ik ben schitterend fier op iedereen die hier achter de schermen hard heeft gewerkt. En ik weet dat dat wekenlang werk is geweest, maandenlang. Ik vind het ongelooflijk sterk hoe het engagement van onze Marokkaanse gemeenschap is om terug te geven aan ons vaderland, om zich in te zetten voor de kwetsbaren in Marokko. Er is een heel grote aardbeving die heeft plaatsgevonden. En het is mooi dat we de warmte tot in België voelen om te helpen waar we kunnen in de dorpen in Marokko. Jullie zijn bedankt voor de reportage en voor al het harde werk. Echt waar, mensen gelijk jullie zijn onbetaalbaar. Ja, dat is een